op een hele andere manier verspelen die heel veel krediet. Omdat ze misschien ook wel het spel heel hard spelen. Hè? Vergeet dat niet. En het grappige is nog wel, van wij spelen het ook soort van wel mee. Maar wij zijn er wel wat gevoeliger voor. Of in ieder geval, wij gaan niet over lijken, blijkt. Denk ik. Toch? Ja, ik ben voor mezelf, ik weet van mezelf dat ik me recht in mijn ogen kan aankijken en dat ik zeker niet over lijken ga. Nee, en ik heb dat ook tot nu toe. Ik denk van ja, nou, alle keuzes die ik heb gemaakt, ja, daar sta ik ook 100% achter. Ja. En ik denk dat Jesse het allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Ik hoop dat het niet zo is. Maar hij zegt dat hij er vrij rationeel in staat. Rationeel? Ja. Gevoelig? Ja, niet. Niet, gewoon hard. Zakelijk. Ja, zakelijk. Zeer rationele keuzes. Maar het is toch best wel raar? Want je staat er dus heel zakelijk in. Alleen, als iemand die dicht naast hem staat op hem zou willen stemmen, dan zou hij het niet meer zakelijk zien. Ja. Dus ja. Zelf doet hij het wel. Maar hij verwacht van andere mensen wel dat ze gevoelig spelen. Of nou ja, hij ziet het heel zakelijk. Gewoon de beste mensen, zegt hij nog steeds. Dat is wat hij zegt. De beste mensen moeten de meest representatieve mensen. Dat hij denkt, het beste utopia groepje, dat moet daar staan. Mm-hmm. Ja. Heb jij een enig idee waar Jes mee bezig is? Nou, ik weet wel dat hij gewoon, nou niet zo goed meer, omdat ik dus, en dat zei ik al eerder, dat ik dus verschillende verhalen hoor. En nu heeft hij dan wel tegen mij gezegd, het laatste wat ik heb uitgesproken zijn deze mensen, en dan weet hij dus die vijfde persoon niet. Kijk, en ik hoor nu weer heel veel dingen van jou, die eigenlijk letterlijk niet tegen mij, hij heeft bijvoorbeeld niet letterlijk tegen mij gezegd dat hij mij niet vertrouwt. Mm-hmm. Hij heeft wel gezegd dat hij mensen niet vertrouwt en blablabla, maar hij draait er in mij, tegen mij over, best wel, houdt hij dat algemeen. Mm-hmm. Ja, hij zet bij jou een heel groot vraagteken altijd. Ja? Hij vraagt je ook niet voor niks 20 keer. Ja. Komt gewoon puur omdat dat hij een beetje gevoel bij jou heeft dat het moeilijk is. Ja. En daarom is hij ook zo doodsbang voor ons drieën. Want hij vindt ons onbrekenbaar, denk ik. Oké. Nou, dat mag. Ja, weet je wat het is? Ik maak gewoon mijn eigen keuzes scherp. Ja. En de dingen die ik zeg, die ik beloof, die kom ik na. Ja, fair enough. Ja. Tuurlijk. Maar zo hoor je er ook niet over, hoor. Ja, ik vind het jammer, want bij mij is het dan wel zo, als ik dan dit soort dingen hoor, dan denk ik wel van poeh, dan heb ik wel stiekem, dan denk ik wel af en toe van nou, wat gaat hij hiermee doen? Weet je wel? En ik vind als hij transparantie verwacht, dat hij dan dat ook zelf moet geven. Mm-hmm. En hetzelfde geldt met vertrouwen. Ja. Als ik geef mijn vertrouwen, of ik geef mijn woord voor een aantal dingen, dat is het meer, want ik zit er wel in een andere positie als jij. Ik geef mijn woord op een aantal dingen die ik tegen hem heb gezegd. En daar hou ik me ook zeker aan, maar dan verwacht ik dat respect ook terug. Mm. Dus dan verwacht ik wat zijn woorden die hij uitspreekt ook. Als dat dan later anders blijkt te zijn, ja, dan heb je wel aan mij een verkeerde. Maar is het misschien niet handig om morgen ook even Jesse aan de mouw te trekken? Van joh, wat is nou, wat gebeurt er nou allemaal? Kijk, ik kan het allemaal wel doorgeven. Ja. Maar uiteindelijk is het ook wel even belangrijk om met hem. Ja, tuurlijk. Maar ik heb ook destijds, weet je wel, ik heb aan hem ook vandaag gevraagd. Weet je wel, wie is nou je top 5 en waar vecht je nou voor? Want het is mij niet meer duidelijk. Ja, ik ook, ja, toen zei hij dus dat hij dus die laatste niet wist. Want wat wil ik of wat zie ik? Nee, ik zeg, waar ga jij voor vechten? Wat is je strategie? Wie ga jij hier houden? Ja. En daar kon hij nog niks over zeggen. Nou, die vijfde persoon kon hij niet zeggen. Of dat nou een Mariska of een Frenny of wie dan ook is. Hm. Ja, dan stuur ik morgen Frenny naar hem toe. Ben ik benieuwd wat hij tegen Frenny gaat zeggen. Ja. Maar ik zal zeker ook nog naar hem toe gaan van, goh, hey, ik vind het allemaal prima. En ik, gisteren had je een slechte dag. Ik hoop vandaag dat je een goede dag hebt. Maar ik geef mijn woord aan jou in een aantal dingen. Dus ik verwacht ook dat als ik iets aan jou geef, dat ik dat ook hetzelfde van jou kan verwachten. En ik vind het ook heel frappant dat hij dat dan niet tegen jullie zelf heeft gezegd. Hij heeft bij mij de geleden gehouden. Hij heeft niet letterlijk tegen mij gezegd, ik heb een groot vraagteken bij je. Nee.
En dan vind ik dat een beetje raar, want dan gaat hij wel met jullie in gesprek aan. Maar dan vertelt hij maar de helft van de informatie. Nou, hij zegt wel waar hij mee zit, maar hij zegt niet letterlijk om wie het gaat. Nee. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet letterlijk tegen mij, Hiske, nou, ik vind je moeilijk. Ik heb gewoon elke keer een grote vraag, ik vind je moeilijk te vertrouwen. Dat zegt hij niet. Nou. Hij zegt wel dat hij wantrouwen heeft, in het algemeen. Mm-hmm. Maar hij noemt mijn naam niet. Ja, bijzonder. Ik heb er nu al zin in. Eerst. Ja? Om morgen Fred naar hem toe te sturen. Want ik denk namelijk dat hij met zijn bek vol tanden staat. Denk je niet? Ja. Maar ik ben benieuwd dan. Hoe dat dan. Die verhoudingen dan tussen jou en Merel zit en tussen Jessie en Merel. Ja, daar ben ik ook reet interessant naar. Dat vind ik heel interessant. Alleen weet ik, iets in die schakel is niet helemaal goed. Wat ik gisteren ook al zei, Er klopt iets niet. En ik heb ook het idee, kijk, tegen jullie wil ik alles zeggen en kan ik alles zeggen. Ja. Maar ik heb het idee dat het ergens niet handig is daar. Of dat nou een Jess is, of een Merel is, of een Frenny is, ik weet het niet. Ja. Maar één ding weet ik wel zeker, dat het hier niet ligt. En ik, naar aanleiding van het gesprek wat ik vandaag met Jess had, denk ik dat Merel die schakel is. Ja? Ja. Want ik had gewoon een serieus gesprek met Merel. Ja. En uiteindelijk is Merel met datzelfde verhaal, 's avonds laat met Jess, heeft hij dat met Jess besproken. Ja. Dus daar zit een sensortje van, oeh, dit moet ik even onthouden en dat ga ik vanavond met Jess bespreken. Ja. Dus niet iets wat toevallig even voorbij komt, om zo maar te zeggen. Dat onthoud je bewust, omdat je het raar vindt. Maar op het moment zelf zeg je niet dat je het raar vindt. En dan knik je ja, nee, dat snap ik wel, ja. Maar uiteindelijk gaat hij het wel met Jessie bespreken. En uiteindelijk zorgt dat bij Jessie dus voor een soort van argwaan. Dus daar klopt iets niet. Ja, heel eerlijk denk ik. Ik merk ook aan alles, weet je, in al die stemmingen, dat dan zit Merel hier weer in de tent. Zij vindt het lastiger dan dat ze toegeeft. Mm-hmm. Met van welke keuzes moet ik erin maken en wat dan ook. En ik denk dat ze elkaar daarin ondersteunen. En Merel is ook wel iemand van, goh, weet je wel, ze heeft graag zekerheid, weet je wel, hoe de dingen lopen. Dat is met twee mensen op de bank, dat is met die keuzes, weet je wel. Zij gaat graag voor safe, dat ze gewoon weet dat ze zich niet hoeft te vrezen wat er gebeurt. En ze heeft, net zoals Jessie, graag onder controle wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Ja, absoluut. En kijk, in dat opzicht is de stabiele factor voor hun is gewoon Frenny. Ja, tuurlijk. Ik ben niet, en dat is niet stabiel voor ze. Nee. Nou, ook weer wel. Want ik licht alles wel toe. Ja, zeker. Je bent ook zeker wel daarna wel. Maar Frenny is echt de stabiele factor voor... Ja, want die doet alles wat ze zeggen. Ja, alles. Letterlijk. Ja. Ja. Dus het zou mij ook heel raar lijken dat Jessie haar niet bij de laatste 5 neer gaat zetten. Heel raar als dat niet gebeurt. Ik denk ook niet dat het uiteindelijk dat hij dat ook al dat gaat. Ja. Wat denk je als ik Frenny morgen naar Jessie toe stuur? Wat denk je dat Jessie tegen Frenny gaat zeggen? Oeh, dat weet ik echt niet. Denk je dat hij dan eerlijk gaat zeggen, ja, ik weet het niet? Of zal hij die voorbarige toezegging doen? Nou, ik denk dat hij zou zeggen, van, nou, ik gun het je heel erg, je bent het er ook van, hoe of wat. Ja, ik weet het niet. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, ik ook. Je hebt echt niet te zeggen. En het is misschien wel iets. Misschien bevind ik me nu wel een beetje op glad ijs. Maar ik ga het wel doen. Want ik denk wel dat hij me weer gaat verwijten. Ja, maar als je gewoon open speelt en duidelijk. Dan is er niks aan de hand. Dan spiegel je hem alleen maar van. Hey, wat hebben wij afgesproken?
Mm-hmm. Want hij weet ook wel dat hij laat jou nooit vallen. Mij? Nee, uiteindelijk niet. Maar dat kan hij ook niet verkroppen. Nee. Dan gaat hij niet winnen. Nee. Want uiteindelijk, als het publiek daar een grote stem in gaat krijgen, en hij zal maar op een van de laatste dagen zal hij me naaien, door mijn huis te sturen, terwijl ik dat nooit van plan ben geweest. Ja. En als hij dat wel doet, ja, dat gaat zijn kop kosten. Ja. Want dan ga je echt heel ver. Ja. Als je eigen maat gaat neerhalen. Ja. En dat zou ik ook niet doen. Joh, ik zou er prima mee kunnen leven in de zin van dat ik hoop dat het dan ook zijn kop gaat kosten. Dat gaat hem te kostbaar worden. Dat heb ik wel zeker. Ook voor je buiten. Ja, 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 jullie hebben ook nog een rapcarrière met z'n tweeën. Vergeet ja, het ook niet. Ja, nou, dat kan hij dan vergeten natuurlijk. Ja. Het is allemaal van dat soort dingen. Als je mij wegstemt, dan is het ook klaar. Ja, maar je weet ook dat het niet gaat gebeuren. Nee, dat zou niet slim zijn, nee. Maar ja. Ik heb even een effie op mijn hand gezet. Morgen niet vergeten. Ja.